Jan Derk Brandsma uit Steenwijkerwold was in 1991 de eerste trainer die met Flevo Boys de districtsbeker wist te winnen. De Emmeloorders versloegen destijds in de finale de Treffers uit Groesbeek door een treffer van Alex de Graaf. We waren ook beter, vond ik. En we maakten eigenlijk toch wel vrij onverwachts de 1-0. Alex stond er ook net in, volgens mij. Dus er was ontlading natuurlijk. En een paar minuten later ben je winnaar, ben je bekerwinnaar. Het was de eerste keer dat Flevo Boys de districtsbeker won. De ontlading destijds was daarom groot. Wat ik nog zie is dat voor de tribunes alle jongens, want ik stond in gesprek met deze of gene. Er was één groot kluwen van spelers die bij elkaar staan en ze zongen allemaal, ja dat is mooi, mooi, mooi man. En dat kan ik me nog heel goed herinneren. Brandsma is de trainer van Des uit Zwartsluis en zit bij VEV 67 in de competitie. Hij kent die ploeg dus goed. VEV niet onderschatten, gewoon doen alsof het een echte wedstrijd is in de hoofdklasse. En dan en haal je beste krachten boven, dan is Flevo Boys ja, in principe de bovenliggende partij. Maar VEV moet je niet onderschatten, dat is echt een hele goede ploeg. Pompen of verzuipen op de bodem van de Zuiderzee. De geroutineerde Brandsma is graag bereid om Kevin Waalderbos, de huidige trainer van Flevo Boys, een goede tip te geven. Maak de combinatieruimte voor VEV klein, zo klein mogelijk. VEV, de kracht van VEV ligt voorin en de zwakte ligt achterin. Dus maak daar gebruik van. De winst van de beker in 1991 is de grootste prijs uit de lange carrière van de 66-jarige Brandsma. Eigenlijk wel, hè. Ja, ik ben op training van MSC geweest, 6 jaar lang. En dan hebben we de na-competitiefinale om een plekje in de topklasse verloren. En nou goed, dat is eigenlijk ook nog wel een toppetje geweest. Maar als je praat over successen, dan is dit natuurlijk het mooiste succes wat ik als trainer behaald heb. Ik gun Flevo Boys de derde beker. Flevo Boys, veel succes.